Josje lost het op. De meester doet in de klas heel erg zijn best. Jongens en meisjes, pak je rekenboeken maar op tafel. Ik zei, rekenboeken, geen leesboeken en voeten van de tafel. Daar heb ik geen zin in, waarom moet dat? Ik zei voeten van de tafel! Nou, dat dacht ik dus niet. Alleen Josje heeft een rekenboek voor zich. Jongens, kom op, rekenboeken op tafel. Josje ergert zich aan haar klasgenoten. Jongens, rekenboeken op tafel. Oh, sorry, Josje. De meester zegt dat je rekenboeken moet pakken. Ja, dus? Ja, waarom luisteren jullie dan niet? Dat is toch niet leuk voor de meester? Je hebt gelijk, Josje. En zoals altijd lost Josje het probleem op. Iedereen pakt de rekenboek op tafel. En de meester kan verder met zijn les. Dankjewel, Josje. Graag gedaan, meester. Maar tijdens geschiedenis. Ik wil eens vertellen over vroeger, want... Wat ik eigenlijk wilde vertellen. Hé, wil je daarmee stoppen, want... Jongens, hoe kan ik toch niet verder? Piep, Jongens, stop ze nou eens, midden. Hoe kan de meester toch niet verder? Sorry, Josje, je hebt gelijk. Dankjewel, Josje. Dit is heel leuk voor de meester. Ik ben het zat in deze klas. Meester, ik heb een idee. Kom eens even. Zet hem op, je kent het. Hallo, mijn naam is Tom. Ik heb een aardappelneus en een fietsenrek. Dankzij Josje weet de meester nu wat hij kan doen. Hou op! Hier beginnen we te wij doen niks. Ja. Dus iemand hier mond houden. Ja. Wij staan hier, jullie staan daar, maar wij mogen hier best staan. Hé, hey, daar beneden, hou eens op. Jongens, is het toch niet leuk om ruzie te maken? Stop er nou eens mee. Ja, sorry Josje, je hebt gelijk. We moeten ermee stoppen. Ja Josje, je hebt gelijk. Sorry. Geef elkaar een hand, dan maak je het wel goed. Ja, die Josje. Die lost alles op. Maar wie lost het probleem van Josje op? Ik heb helemaal geen zin om naar huis te gaan. Ik moet er alleen maar poetsen. Ik wil spelen. Hoi pap. Hoi Josje, hoe was je dag? Nou, ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb vriendjes geholpen, de meester geholpen. Zonder echt te luisteren, geeft de vader Josje meteen een briefje. Dat is niet. Oh pap, moet ik het allemaal doen? En het moet snel af zijn, want we hebben nog meer te doen vandaag. Oké, pap. De vader van Josje leest lekker de krant, terwijl Josje de afwas doet. Ik wil met mijn vriendjes spelen. Omdat Josje nooit tijd heeft, kan ze nooit met haar vriendjes spelen. Leuk hè, lekker buiten spelen. We gaan dadelijk lekker verstoppertje spelen in het bos. Oh, super vet, dan kunnen we ook nog tikkertje doen. Oh, wat dacht je van trefbal? Dan haal ik mijn bal ook nog even thuis. Ja, leuk. En dan gaan we met z'n allen... Hé, hey, wacht eens even. We missen nog iemand. Oh ja, wie missen we? Iemand die we heel aardig vinden in de klas. Over wie hebben we het dan? Ik weet het, Josje. Ja, ja Josje! Want dat klopt, want die is er ook nooit. Wat raar dat ze er eigenlijk nooit is. Zullen we haar thuis op gaan halen? Dan kan ze met ons spelen. Goed idee! Let's go! Ja, wat is er aan de hand? We willen met Josje spelen. Kan dat? Nee, Josje heeft nog veel te doen. Jullie moeten nu gaan spelen, doei. Hé, dat zijn mijn vriendjes. Papa, wat doe je?
De kinderen willen graag dat Josje buiten komt spelen. Oh pap, mag het alsjeblieft? Nee, je hebt nog heel veel te doen. Ik heb je een lijstje gegeven. Ik wil met mijn vriendjes spelen. Vind je dit echt zo erg hier thuis? Ja, ik vind het heel erg. Ik mag nooit met mijn vriendjes spelen. Nou, sorry. Dat wist ik niet. Mag ik dan nu met mijn vriendjes spelen? Ja, meneer Van Laarhoven, mag het? Nou, Josje, weet je wat? Je mag spelen. En ik weet dat het niet zo goed bent geweest voor jou. En vanaf nu gaat alles anders worden. De kinderen zijn door het dolle heen. Eindelijk mag Josje een keer meespelen. Vader neemt afscheid en gaat verder met de taakjes.